Het is zaterdag 24 augustus. Het is mooi weer, dus tijd voor de scootmobieltocht. Dit jaar is het de 20e keer. Niet door ons, maar voor ons heeft een andere organisatie dat gedaan. Die stopte er mede. We moesten daarmee doorgaan, vonden wij. Dus vandaar dat we er nog steeds mee bezig zijn. Die route wordt uitgezet door een paar man. En dan gaan we met één scootmobiel die hele route rijden. Of dat we dus ook inderdaad niet iets gedaan hebben waar de scootmobiel niet kan komen. Want dat zouden ze dus ook zomaar kunnen. Dat is allemaal gelukt. Dus we gaan het zien vanmiddag. Ja. En ik hoor dat hij zelf gewoon af en toe last minute nog aangepast gaat worden. Omdat er ergens een stoepje fout ligt. Of omdat er misschien nog ergens anders iets leuks te doen is. Waar je nog even langs wil? Ja, dat was ook zo. Er is wat te doen op het plein bij het boothuis. En daar hebben ze gevraagd of we dus daar langs konden komen. Dus goed, de route was anders. Nou, daar passen we aan. Dan gaan we de andere kant op. En we gaan daar langs. Dat is voor iedereen leuk. Ja. Wij gaan deze dag natuurlijk ook volgen. En we zien wel waar we terechtkomen, hè? Ja, we komen uiteindelijk weer in Kuik terecht. Dus komt allemaal goed. Nou, oké. Een fijne tocht gewenst. Ja, oké, dankjewel. Ik heb hier een mevrouw die ook meedoet en u heeft geen scootmobiel. Dat klopt, maar ik ben gevraagd, dus ik doe graag mee. Ja, en u trapt zelf dus. Ja. Kunt u ze bijhouden, denkt u? Ik moet inhouden. Normaal gesproken fiets ik met een snelheid van 27 kilometer per uur. En ik ben gewend 50 tot 100 kilometer op een dag te fietsen. Zo, dus u komt nog eens ergens. Goed, ja. Ja. Wat doen jullie toch goed werk? Want het is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, het heet nog steeds On Ice, hè? Kuik On Ice, maar dat is het niet meer. Het is geen On Ice. Moet eens kijken wat een stralende zon we hebben. En het is geweldig wat jullie organiseren. En dan zeker met al die vrijwilligers. Ik wil daarvoor in ieder geval, als het nu nog kan, omdat we nog niet rijden, een applausje. Want dat is het zeker waard. Want anders hadden we hier niet gestaan. Ik wens jullie vandaag heel veel plezier, veel zon. Geen regen en ga ervan genieten. En ik zou zeggen, en dan kijk ik even naar meneer Bus en naar al zijn vrijwilligers, tot volgend jaar weer. Ja? Veel plezier. Hallo meneer. Hallo. Zin in vandaag? Ja, natuurlijk. Waarom doet u mee? Omdat ik heb nu 2 jaar meegedaan, dit wordt mijn 3e jaar en ik vind het hartstikke gezellig. Ja? Goed georganiseerd, prima. Denkt u er ook zo over meneer? Ik denk er zo ook over en ik vond het heel blij dat we een leuke dag hebben. Ja? Met z'n allen. Het is de eerste keer, dus we moeten nog veel ondernemen. Hè. Ah, dus u bent nog een beginner wat dat betreft? We zijn een beginner, dus het wordt misschien wel beter straks, hè, als we dan meer kunnen gaan. Hè. Ja, maar u laat u graag verrassen vandaag? Zo is natuurlijk. Hè. Nou, veel plezier dan. Ja, dankjewel. Ja. Bent u vaker mee geweest? Ja, het is de 2e keer. En dan ga je extra mee op die mooie plekjes die we dan tegenkomen, maar ik kan anders nooit komen. Nee. Want waarom gaat u er anders niet naartoe dan? Ja, dat weet ik niet. Alleen is zo alleen, hè. Ja, dus zo'n gezelschap... Gezellig, dat, ja, gezellig, gezellig, ja. Ja. Nou, mooi. Heel veel plezier dan vandaag. Ja, dankjewel. Ja, en een van de belangrijkste dingen bij een scootmobieltocht is natuurlijk ook begeleiding en vrijwilligers, hè meneer? Ja, dat klopt. Ja. U gaat lekker mee op de fiets? Ja, laat maar doen, hè. Anders moet ik lopen. Ja, nee, dat is ook zoiets, hè. Nee, lekker hoor. En jullie zijn al vaker mee geweest, of niet? Wij zijn vaker mee geweest, ja. Ja. En elk jaar weer een succes? Vorig jaar ben ik er niet bij geweest. Ben jij er vorig jaar bij geweest? Ja, vorig jaar ben ik geweest, jawel. Ik vind het wel elk jaar een succes. Ja. Zeker als het ieder jaar wat meer deelnemers zijn, ja, dan is een beetje groeien. Fijn, ja. En moeten jullie veel doen onderweg of gewoon lekker de boel begeleiden? Heb je net gezien, hè? De banden bijhouden, hè? Ja, de banden moeten hard zijn. Hè? De banden moeten hard zijn, zeker weten. Ja. Nou, ik probeer op sommige kruispunten wat verkeer te regelen en dat we het in ieder geval stop kunnen zetten als dat nodig is. Ja. Nou. En dan hopelijk blijft het daarbij en hebben jullie ook een fantastische dag vandaag. En de wethouder is ook aanwezig, hè? Gelukkig wel. Want dit is natuurlijk een prachtig initiatief. En als wij er iets in kunnen doen, en dat is maar heel kort, ik mag er even zijn, mag zijn bij de start, dan denk ik, dat moeten we toch doen. Als ik dit allemaal zie, blije gezichten, zoveel vrijwilligers, want anders kan het niet. Ja. Dus dan denk ik, toch een prachtig gebeuren. Ja, zeker. En hoe belangrijk vindt de gemeente het dat de toegankelijkheid goed is voor iedereen? Bijvoorbeeld in een scootmobiel of voor mensen die een beperking hebben?
heel belangrijk. En dan doe ik ook meteen de oproep, want dit wordt vooral ook gezien in Kuik, want het zijn vooral de Kuikse deelnemers. We hebben in de oude gemeente Kuik nog geen platform. En dat vinden wij heel erg, want we hebben het in alle andere kernen, behalve in Kuik. Dus ik doe een oproep, want zie wat hier gebeurt. En dan hebben we gelukkig vrijwilligers van de stichting Kuik on Ice, wat ze niet meer doen, maar dit doen ze wel. Want wie moet het anders straks doen? Dus het is gewoon een prachtig initiatief. Maar alsjeblieft mensen, meld je. Nou, bij deze. Dank u wel. Bij de Spijker in Beers werden we onthaald met koffie en iets lekkers erbij. Op de Lavendelkade kregen we nog een optreden van het smartlappenkoor Goeivolle Kuik. Na afloop werden we nog onthaald met soep en broodjes. Al met al een geslaagde dag. Allemaal hartelijk bedankt voor het laten slagen van deze Scoot & Biertalk. Het was de 20e Scoot & Biertalk. Het was niet onze 20e, maar in totaal de 20e. Iedereen heel erg hartelijk bedankt. En ik hoop jullie allemaal volgend jaar in goede gezondheid, zover mogelijk is, weer terug te zien. Om de 21e toch beter te maken.